De directeur van de Pan American Health Organization, Carissa Etienne, heeft vandaag in een persbericht de regio van de Amerika's opgeroepen de bestrijding van het coronavirus COVID-19 te intensiveren. Dit naar aanleiding van het eerste coronageval in Brazilië, ons buurland. Brazilië noteerde haar eerste slachtoffer op 26 februari. Het gaat hierbij om een 61-jarige man die pas terug was uit Italië, waar het virus de vorige week is opgedoken. Tot zover heeft het virus 81.109 mensen in 38 landen geïnfecteerd. 78.191 van deze gevallen zijn in China genoteerd. Etienne vertelt verder dat de landen in de Amerika's al enkele weken voorbereidingen treffen tegen een mogelijke uitbraak. Zo zijn gezondheidsmedewerkers goed uitgerust om het virus te detecteren en worden de grenzen nauw in de gaten gehouden. De voorzorgsmaatregelen worden ondersteund door de PAHO, meldt de gezondheidsorganisatie in een persbericht.